are all welcome. Geert is van alle harte welkom. The time of redemption. Bij de time of redemption. It's a wonderful night. Het is een hele wonderbaarlijke avond. It's a night to remember. En het is een avond om zich te herinneren. Het is een dag waar je leven niet langer meer hetzelfde zal zijn. Today we call it a miracle service. En vandaag noemen wij een wonderdienst. Now before you say Jesus and all the shouts. Nu voordat u Jezus zegt en al het schreeuwen. It's one thing to say a miracle service. Het is één ding om te zeggen een wonderdienst. Maar het is weer iets anders om het wonder te zien. You see, for some time now, ziet u, voor enige tijd nu. We have had many people that say the same thing. Hebben we heel veel mensen gehad die steeds maar weer hetzelfde zeggen. Then nothing happens. En er gebeurt maar niets. And you see, God doesn't want us to just sing a song. En ziet u, God wil niet dat we gewoon zomaar een liedje zingen. Without seeing the results of the song. Zonder dat we de resultaten van het lied zien. So tonight, dus vanavond. I want to bring you in. Wil ik u binnenbrengen. Then I let you explode. En dan laat ik u exploderen. Yes. You see. Miracle. Ziet u, wonderen. Is not supposed to be a surprise. Behoren niet zomaar een verrassing te zijn. To a child of God. Voor een kind van God. As a matter of fact. Laat me het zo stellen. You are a child of miracle. U bent een kind van wonderen. You were born out of a miracle. U bent namelijk geboren uit een wonder. Hallelujah. That's why tonight. En daarom vanavond. I want to lay some foundations. Wil ik graag fundamenten leggen. Then we're going to pray some prayers. En dan gaan we bepaalde gebeden bidden. And the Spirit of God will be moving in this place. En dan zal de Geest van God wel gaan bewegen aan deze plaats. How many of you are ready? En hoeveel van u zijn er klaar voor? I want you to touch yourself. En ik wil dat u zelf aanraakt. Say, I receive this word for me. Zeg, ik ontvang dit woord voor mij. Say, I am here for me. Zeg, ik ben hier voor mezelf. Now listen. Nu luister. When we start praying for healing. Maar wanneer we gaan bidden voor genezing? You know somebody that is sick, even in another country, I would love you to lift up your hand because God will travel tonight. Als u zelfs iemand weet die ziek is aan de andere kant van de wereld, dan zal God vandaag, als u uw handen opheft, daar naartoe reizen. I feel like you don't understand me. I say God will travel tonight. En ik zeg u dat u kunt niet begrijpen, maar God zal reizen vanavond. The Spirit of God will go places. Want de Geest van God zal aan plaatsen gaan vanavond. It will heal. En hij zal beginnen te genezen. That is what God wants to do tonight. Want dat is wat God wil doen vanavond. Now let's start by asking ourselves, nu what is a miracle? Ons beginnen af te vragen wat nou een wonder is. What is a miracle? Wat is een wonder? Are seekers of miracles backsliding?
Zijn degenen die wonderen zoeken de mensen die terugvallen? No. Nee. What is a miracle? Wat is een wonder? That word, miracle. Dat woord wonder. It means. Betekent. In Greek. In het Grieks. It means terras. Het betekent terras. It means. Het betekent. Something that causes our imagination to marvel. Het is iets wat ervoor zorgt dat onze verbeelding te boven gaat. It is a wonder because it doesn't make sense. Het is namelijk een wonder omdat het niet logisch is. So you say really? Dus dan zegt u echt? You say, is this true? Dan zegt u, is dit nou echt waar? That's why it's a miracle. Maar dat is nou waarom het een wonder is. A miracle. Een wonder. Somebody always asks me. En iemand vraagt me altijd. Nou, pastor, you did not open your Bible yet. Is it my Bible? I will open it very soon. Nu, pastor, u heeft uw Bijbel nog niet geopend, maar ik zal dat gauw wel doen. One of the ways in which God confirms His word. Een van de manieren hoe God zijn woord bevestigt. Is through miracles. Is door wonderen. So as a child of God. Dus als kind van God. You don't need to surprise. Hoeft u niet verrast te zijn. When you experience a miracle. Wanneer u een wonder ervaart. Because your life is already a miracle. Omdat uw leven al een wonder is. Your life is a miracle. Uw leven is een wonder. Before you can understand and to ever receive a miracle, you must go back to the basis of miracles. En voordat u kunt ontvangen en een wonder kunt begrijpen, moet u eerst terug naar de basis van een wonder gaan. The root of miracle. De wortel van wonderen. We have been taught. Er is ons geleerd. To live in an esoteric world. Om in een esoterische wereld te leven. A world where you dream things that never come to pass. Een wereld waar u van dingen droomt die maar nooit tot stand komen. But you see. Maar ziet u, God doesn't want you to dream. God wil niet dat u droomt. Dreams that don't come to pass. En dromen die uiteindelijk niet eens tot stand komen. He wants you to dream dreams. Hij wil dat u dromen droomt. That you will see manifestation. Waarvan u de manifestatie zult zien. A miracle. Een wonder. Is something. Is iets. That you can never achieve by any human means. Wat u nooit door menselijke moeite tot stand kan brengen. If you are sick, als u ziek bent, you go to the doctor, en u gaat naar de dokter toe, and they give you medicine, en ze geven u medicijnen, you become healed, dan wordt u genezen. That is not a miracle. Dat is dan dus niet een wonder. Anything that human beings can still figure out. Alles wat mensen a miracle. Nog steeds kunnen bedenken is nog steeds geen wonder. A miracle. Een wonder. Can never. Kan nooit. And will never. En zal nooit. Be achieved. Bereikt worden. By any. Door welke. Human. Menselijke. Means. Moeite dan ook. So, if a miracle. Dus als een wonder. Cannot be attained. Niet verkregen kan worden. By human means. Door menselijke moeite. Then. Dan. We must go back to the source of miracle. Moeten we dus teruggaan naar de bron van wonderen. A miracle is something that you cannot understand with your understanding. Want een wonder is iets wat u niet kan beredeneren.
Anything that you can still understand. Alles wat u nog steeds kunt begrijpen. You know how to pay your bills. Zodat u weet hoe u rekeningen moet betalen. You know how to fix your car. U weet hoe u auto moet repareren. You know how to get some money somewhere. U weet hoe u ergens geld vandaan moet halen. That is not a miracle yet. Dat heeft nog niks met een wonder te maken. Because you still know how to figure it out. Want u weet dan nog steeds hoe u het moet kunnen doen. A miracle is not something that you can figure out. Want een wonder is niet iets wat u zich kunt bedenken of beredeneren. A miracle is born out of the power of God. Een wonder is geboren uit de kracht van God. That word power. En dat woord kracht means, betekent dynamis. Dynamis. It means dat betekent miracle working ability of God. Wonderwerkend vermogen van God. So if miracles have to do with God. Dus als wonderen te maken hebben met God. Who is God? Wie is God dan? You see? Ziet u? One day. Op een dag. According to Luke 18, verse 27. Volgens Lucas 18, vers 27. Now, I have my Bible with me, so don't. Nu, ik heb mijn Bijbel bij me. You see. Ziet u? When you begin to grow in wanneer God. Begint te groeien in God. Let me not go there. Maar laten we daar vandaag niet op ingaan. So one day, dus op een dag, somewhere in the street of Luke, ergens in de straten van Lucas, Luke 18 verse 27, Lucas 18 vers 27, Jesus gave an answer. Gaf Jezus een antwoord. The disciples asked, en de discipelen zei vraag, Master, who then can be saved? Meester, wie kan dan gered worden? He said, en hij zeide, that which is impossible with man, dat wat onmogelijk is bij de mens, with God, is bij God, is possible. Mogelijk. You see, ziet u, the emphasis, de nadruk, on that text, op die tekst, is God, is God. So underline God. Dus u mag het woord God hier onderstrepen. The emphasis is not your pastor. En de nadruk ligt dus niet op uw voorganger. The emphasis is not your bishop. En de nadruk ligt dus ook niet op uw bisschop. The emphasis is not a prophet. En de nadruk ligt dus ook niet op een profeet. The emphasis is not an apostle. En de nadruk ligt ook niet op een apostel. Neither the emphasis is a teacher. En ook ligt de nadruk niet op een leraar. But the emphasis is God. Maar de nadruk ligt op God. Because God. Want God is the only person. Is de enige persoon. That has the power and ability. Die bij machten is. To make impossible things possible. Om onmogelijke dingen mogelijk te maken. The Bible calls it impossible. De Bijbel noemt het onmogelijk. Because no human method, science or whatsoever can fix it. Want geen enkele menselijke methode, nog de wetenschap, kan dit doen fixen. Only God can fix it. Alleen God kan het fixen. Now when I talk about God. Nu wanneer ik het heb over God. To some people it means many things. Dan betekent dat heel veel dingen voor mensen. Some people think I'm talking about windy God. Dan hebben sommige mensen denken dat ik het heb over een windy God. Some people think I'm talking about Buddha. Of sommige mensen denken dat ik het hier over Boeddha. Somebody can even be thinking I'm talking about Hindu. En iemand kan misschien ook denken dat ik het somebody over Hindu. Somebody can even be thinking I'm talking about Allah. En sommige mensen kunnen zelfs denken because dat ik you over know, Allah. Want weet u? They call all these people God. Ze noemen al deze mensen God. They call all these things God. En ze noemen al deze dingen God. But it's because human beings. Maar het is omdat menselijke wezens. They want to reach God. God willen bereiken. We just have one God. Maar we hebben maar één God. That rules over the affairs of men. Die heerst over de dingen van de mens. He is the sovereign God. En hij is de soevereine God. The Bible calls him the King of Kings. De Bijbel noemt hem de koning der koningen. The Bible calls him the Lord of Lords. De Bijbel noemt hem de Heer der Heersen. The Bible calls him the Alpha and Omega. De Bijbel noemt hem het Alpha en Omega. The Bible calls him the beginning and the end. De Bijbel noemt hem het begin en het einde. The Bible calls him all things were made by him. De Bijbel noemt hem alle dingen zijn door hem gemaakt. He created all things. Hij heeft alle dingen
one God. Maar er is maar één God. And there is only one true God. En er is maar één ware God. And I call him Jehovah. En die noem ik Jehovah. That word God. Dat woord God. Because I am laying a foundation. Want ik leg hier een fundament. You can never walk in miracles. U kunt nooit wandelen in wonderen. I was coming downstairs. Ziet u, ik kwam naar beneden. I am like somebody that is just pregnant with a lot of things. En ik ben net als iemand die zwanger is van heel veel dingen, heel veel dingen. Sometimes I don't know who to talk to. So soms weet ik niet eens tot wie ik moet spreken. And I'm looking at who I'm talking to. I choose some things and put down some things. Dan kijk ik naar mensen en denk: tot wie moet ik nu spreken? En dan kies ik bepaalde dingen en aan bepaalde andere dingen laat ik achterwege. Want ik wil u graag alles vertellen. But it doesn't go like that. Maar zo werkt het gewoon niet. Now, God. Nu God. That word God means. Dat woord God betekent. Means one. Het betekent degene. That must be worshipped. Die aanbeden moet worden. As a supernatural being. Als een bovennatuurlijk wezen. You see. Ziet u? God is not a man. God is geen mens. God is not a statue. En God is dus ook geen standbeeld. God is not an elephant. En God is ook geen olifant. God is not a snake where people worship somewhere. God is ook geen slang die mensen ergens aan bidden. God. God. Is a supernatural being. Is een bovennatuurlijk wezen. That word supernatural means. En dat woord bovennatuurlijk betekent. That which goes above the law of nature. Dat boven de wet van de natuur gaat. It goes above every natural law. Het gaat boven elke natuurlijke wet. Why? Waarom? Because God. Omdat God is sovereign. Soeverein is. Sovereign means. En soevereiniteit betekent. Is all in all. Dat hij alles in alles is. That's why the Bible calls him. En daarom noemt de Bijbel hem. In Revelation 17 verse 14. In Openbaringen 17 vers 14. He called him King of Kings. Noemt het hem de koning der koningen. So these are kings. En zegt: dit zijn koningen. He is the king. En hij is de koning. The Bible calls him. De Bijbel noemt hem. Lord of Lords. De Heer der Heerscharen. If you go to some country, they call people lords. En als u naar bepaalde landen gaat, dan noemen ze bepaalde mensen heren. But he is the Lord. Maar hij is de Heer. Is somebody understanding me? Begrijpt iemand mij? It means. Het betekent. God. God. Is. Is. De. De. Supreme. Opper. De. De. Not a. En niet één. Not a. Niet één. If I say a. Als ik zeg a. That means there are other gods that is comparable to him. Dan betekent het nog dat er andere goden vergelijkbaar zijn met hem. But when I say de. Maar wanneer ik zeg de. De supreme being. De, het opperwezen. It means. Dat betekent dat. He is. Dat hij is. The only one. De enige. Who is highest. Die het hoogste is. In rang. In rang. Highest. Het hoogste. In power. In kracht. Highest. Het hoogste. In authority. In autoriteit. And when he speaks. En wanneer hij spreekt. It is settled. Dan is het volbracht. He is. Hij is. The highest. De hoogste. In rank. In rank. There is no assistant God. Er is geen assistent God. He is God. Hij is God. He is the highest in rank. Hij is de hoogste in rank. The highest in power. De hoogste in kracht. The highest in authority. En de hoogste in autoriteit. So we have. Dus we hebben. Lots of lots. We have Lord of Lords. We hebben Heer der Heerscharen. King of Kings. Koning der Koningen. All these powers.
Al deze machten they are under his subjection. Zijn onderworpen aan hem. That's why en daarom is hij God. God. Is somebody getting this? Begrijpt iemand dit? Now you can never receive a miracle. Nu, u kunt nooit een wonder ontvangen. Without you understanding the basis for miracle. Zonder dat u eerst de basis van wonderen begrijpt. I will take it all over again. En ik zal het overnieuw zeggen. The basis of miracle. De basis van wonderen. Is God. Is God. It's not Jean-Pierre. En het is dus niet Jean-Pierre. You must see your miracle in God. En u moet dus uw wonder in God zien. It is good. Het is goed. That all of you. Dat een ieder van u. You came here today. Gekomen is vandaag. Because. Vanwege. The Holy Spirit invited you. Het feit dat de Heilige Geest u heeft uitgenodigd. To come. Om te komen. But the Holy Spirit. Maar de Heilige Geest. Wants you. Wil u. To pay your attention. Dat u uw aandacht richt. On God. Op God. Miracle is not just healing. En wonderen is dus niet gewoon genezing. That is what we magnify. Want dat is wat we altijd zo verhogen. But there are things that are more than healing. Maar er zijn dingen die veel meer zijn dan genezing. One day I got up one night. Op een dag stond ik in een nacht op. And there was this Nigerian sister. En er was deze Nigeriaanse zuster. I am not even close to her. En ik ben niet eens close met haar. The both of them applied for a stay in this country. En beide hadden een verblijfsvergunning aangevraagd in dit land. And the Lord said, en de Heere zei, zeg tegen haar, your request, ze hebben uw verzoek ingewilligd, maar ze hebben het verzoek van de ander geweigerd. She doesn't even know me. En ze kent mij niet eens. She know me from a distance. Ze kent me op een afstand. And what happened? En wat gebeurde er? She wasn't even coming to the church where I was. Ze kwam niet eens naar de kerk waar ik was. I am this pastor that doesn't believe in church shopping. Ziet u, ik ben een voorganger die niet gelooft in het winkelen van kerken. Because there are many souls out there. Want er zijn heel veel zielen daarbuiten. That haven't heard of Jesus. Die nog nooit van Jezus hebben gehoord. And they are going to hell. En zij gaan naar de hel toe. So we are not fighting for souls to move from one church to another. Dus we vechten niet om zielen die van de ene kerk naar de andere gaan. And to cut the whole story short. En om het lang verhaal kort te maken. I said to her. Zei ik tegen haar. God said. God heeft gezegd. Now this sister have been waiting for answer for many years. En deze zuster wachtte al jarenlang, meer dan 12 jaar lang op een antwoord. It happened in one day. Maar in één dag gebeurde het. Because God said. Omdat God degene was die het had gezegd. That's why I want to bring your focus back to God. En daarom wil ik uw aandacht terugrichten op God. Today that I'm talking like this. En tot de dag van vandaag dat ik zo praat. They gave her a house. Hebben ze haar een huis gegeven. They gave everything to her. Ze hebben haar alles gegeven. It is working for her. En het werkt voor haar. I don't even need to call her name. En ik hoef haar naam niet eens te noemen. It's strange. I am not even close to Africa. Want het is vreemd. Want ik ben niet eens heel erg close met Afrikanen. Ook al kom ik uit Afrika in dit land. I'm a lot of foreigners than people from Africa. Ik ken heel veel buitenlanders, maar heel weinig uit Afrika. Dat is misschien vreemd. Maar zo heeft God het nou eenmaal gemaakt. I cannot change myself. Ik kan mezelf niet veranderen. But listen. Maar luister. When God speaks, wanneer God spreekt, it overrides. Dan gaat het over alles. Every other authority in your life. Gaat het boven elke andere autoriteit in uw leven. It doesn't matter. Het maakt niet uit. What are witches were tormenting. Of heksen u nou aan het kwellen waren. Because God speaks. Want omdat God spreekt. They will go.
zullen ze wijken. It doesn't matter. Het maakt niet uit. What kind of disease is wat voor soort ziekte er in uw lichaam because is. God speaks, omdat God spreekt. It will leave your body. Zal het uw lichaam verlaten. It doesn't matter. Het maakt dus niet uit. What kind of limitation is in your life. Wat voor soort limitatie zich er in uw leven because bevindt. God speaks. Want omdat God spreekt. It will leave. Zal het u verlaten. Because God is sovereign. Want God is soeverein. Amen. He is the all-powerful one. Hij is de almachtige. That's why the blessings. Daarom de basis. For miracle. Voor wonderen. Is God. Is God. Tell somebody God. Zeg tegen iemand God. We don't have miracle workers. Wij hebben geen wonderwerkers. Some people say this pastor is a healing pastor. We don't have healing pastor. En iemand zegt ja, deze voorganger is een genezingsvoorganger, maar nee, we hebben geen genezingsvoorganger. This pastor can heal people. Ja. We don't have no human being that can heal anybody. Ja, deze voorganger kan mensen genezen. Nee, we hebben niet geen enkele voorganger die mensen kan genezen. But this pastor. Maar deze voorgangers. They serve a miracle working God. Dienen een wonderwerkende God. Which one of his name is? Waarvan één van Jehovah zijn is. Jehovah Rapha, the God that heals. Jehovah Rapha, de God die geneest. He is the healer. Hij is de genezer. He is the miracle worker. Hij is de wonderwerker. So for you to see miracles. So voor u om wonderen te zien. You must first of all. Moet u allereerst. Look at God. Zien op God. Amen. You must not look at the man. U moet niet op een mens zien. Today. En vandaag. I don't know your expectations. Weet ik niet wat uw verwachtingen zijn. But I want to change your focus tonight. Maar ik wil uw focus vanavond veranderen. That your focus will not be on a man. Dat uw focus dus niet gericht zal zijn op een mens. Your focus will not be focus on Jean-Pierre. Niet zal zijn dus op Jean-Pierre. But your focus. Maar dat uw focus. Let it rest on God. Laat het alleen maar rusten op God. Whatever thing you need tonight. Wat u vandaag goed ook nodig heeft. God. God. Will do it for you. Zal dat voor u doen. Now you know that the man is weak. En die amen van u is zwak. I said, whatever thing you need tonight. Ik zeg wat u vanavond ook nodig heeft. God. God. Will do it. Zal het doen. For you. Voor u. I will say it again. En ik zal het nog een keer zeggen. Whatever thing you need tonight. Wat u vanavond ook nodig heeft. I said, God. Ik zeg God. Will do it. Zal het doen. For you. Voor u. Now, one of the things that we have never taught the children of God is when they are coming to church, who are they coming to meet? En een van de dingen die we de kinderen Gods nooit hebben geleerd is dat als ze naar de kerk komen, wie komen ze dan? Waar komen ze dan een ontmoeting mee hebben? Met wie? When I was a young boy. Toen ik een jonge man was. I'm still very young. En ik ben nog steeds zo. I'm 22. Ik ben 22 hoor. I went to Lagos. Ik ging naar Lagos toe. I was very young. En ik was toen nog heel jong. I was a kind of a curious young man. Ik was een soort van nieuwsgierige jongeman. Sometimes people even look at me like criminals. That's like a criminal. Soms keken mensen me aan alsof ik een crimineel was. I went to Calabar with my father. En ik herinner me nog dat ik naar Calabar ging met mijn vader. He gave me all his money. Hij gaf me al zijn geld. Then the doctor said to him.
En toen zeiden de doktoren tegen hem: be careful with that, your boy. Wees voorzichtig met die jongen van je. He can take that money and run away with it. Want hij kan er met dat geld wegrennen. Which I understand. En dat begreep ik wel. Nigeria is not Europe. Want Nigeria is geen Europa. Alles kan gebeuren. Even in Europe, it happens. Zelfs in Europa gebeurt het. It happened to me like a student. Somebody took money and I went into debt, so it's normal. En het is me als student overkomen dat iemand mijn geld nam en dat ik daardoor in de schulden belandde. I went to Lagos. Ik ging naar Lagos toe. And I was in this man's church. En ik was in deze man zijn kerk. I saw people die. En ik zag dat mensen stierven. They were trying to go after miracles. Ze probeerden achter wonderen aan te gaan. So, there was a line. Dus er was een rij. And there was this fence gate. En er was dit hek. When they opened it, en wanneer ze dat hek openden, everybody have to rush in fast. Moest iedereen daar heel snel naar binnen rennen. So people trample upon people. Dus mensen stapten en vielen over elkaar. And people died. En mensen stierven. I remember. En ik herinner me. This man that had cancer. Deze man die kanker had. And he had tubes. En hij had buisjes in hem. And he bleed in front of my face. En hij bloedde zodanig voor mijn neus. So I look at my mama. Dus ik keek naar mijn moeder. Say, Mom, en ik zei, mama. Why did you bring me here? Waarom heb je hier gebracht? She brought me there because she thought I had a problem. En zij had me daar gebracht omdat ze dacht dat ik een probleem had. Which was good. Wat goed was. But what is my emphasis? Maar waar ligt mijn nadruk op? My emphasis is. Mijn nadruk ligt op. They were not looking at the miracle from God. Dat ze niet zochten naar het wonder in God. Ze keken niet naar God op. Their focus. Maar hun aandacht was alleen maar gericht. Was so much on a man. Op een mens. That they had to die. Dat ze uiteindelijk daardoor zal stierven. People had to trample on people. En mensen stapten op andere mensen. I saw in life. En ik heb dat live gezien. Blood coming out. En ze waren aan het bloeden. I said, what is this? En ik zei, wat is dit nou weer? Why? Waarom dan? Because. Omdat. We don't know. Wij niet kennen. That a man. Dat wij niet weten dat een mens. Cannot produce miracles. Geen enkel wonder kan produceren. A man, een mens cannot perform a miracle. Kan geen wonder verrichten. Only God can. Alleen God kan dat doen. So tonight, before we go any further, dus vanavond voordat we verder gaan, I want you with your spiritual eye. Wil ik dat u met uw geestelijke ogen alreeds begin to see that miracle. Dat wonder begint te zien. That you come in here for. Waar u hiervoor bent gekomen. In God. In God. I want you to see how God. Ik wil dat u gaat zien hoe God. Is so willing. Zodanig gewillig is. To perform a miracle. Om dat wonder te verrichten. The Bible spoke about a woman in the Bible. De Bijbel sprak van een vrouw in de Bijbel. In the book of Mark. In het boek van Marcus. The woman with the issue of blood. En dat was de vrouw die vloeide van bloed. It has become a popular text. Het is een hele populaire tekst geworden. But what people never talk about. Maar waar mensen het nooit over hebben. The only reason. Is de enige reden. Why the woman got healed. Waarom die vrouw genezen werd. Because. Was omdat. She heard about Jesus. Ze had gehoord over Jezus. That wasn't enough. En dat was nog niet genoeg. You can still hear about something. Je kunt nog steeds over iets horen. If the thing never come alive in you. Maar als dat ding nooit levend wordt in u. It's like somebody just put water on your head. Dan is het net alsof iemand water op uw hoofd heeft gelegd. Nothing will change. Dan zal er dus ook niets veranderen. She heard about Jesus. Ze heeft gehoord over Jezus. And what did she do with the information? En wat had zij gedaan met die informatie? Blood was coming out of her. Er
vloeide bloed uit haar. In the norms of that day. En in de normen destijds. She was not even supposed to be around people. Mocht ze eigenlijk niet onder de mensen zijn. Because she was stinking. Omdat ze stonk. But what happened? Maar wat gebeurde er? After she has moved from one place to another. Nadat ze van de ene plaats naar de andere plaats was gegaan. Looking for solution. Op zoek naar een oplossing. Looking for help. Ze was op zoek naar hulp. Sometimes some Christians are like that. En soms zijn sommige christenen ook zo. Sometimes some human beings act like that. En soms gedragen mensen zich ook zo. They move from one place to the next. Zij gaan van de ene plaats naar de andere plaats. I think I like it in this church. Ja, ik denk dat het hier in de kerk nog niet zo geweldig is. Let me go to church C. Maar laat me maar even naar kerk C gaan. You go to church C. Je gaat naar kerk C. En dan ga je 2-3 maanden blijven. Something is not right. Let ja, me go to church D. Daar toch niet goed, dus ik ga toch weer naar kerk 3. You know your problem. Weet u wat uw probleem you dan have is? Simple problem. U heeft één simpel probleem. You are still looking at God. U bent nog steeds aan het kijken naar God. In people. In de mens. And in places. En in plaatsen. But you fail to understand that God is in you. Maar u begrijpt maar niet dat God in u is. Amen. And God. En God. Is looking at whether you are looking at him. Is aan het kijken of u wel naar hem opziet. Or you are looking for pastors. Of dat u op zoek bent naar voorgangers. Or you are looking for denominations. Of dat u op zoek bent naar stromingen. God is looking at you. What are you looking at? God kijkt naar u van waar u naar kijkt. Because you see. Wat ziet u? Your answer is not in denominations. Uw antwoord ligt hem niet in stromingen. Neither is your answer in some pastor. En uw antwoord zit hem ook niet in een voorganger. He is your answer. Maar hij is uw antwoord. That's why his name is God. En daarom is zijn naam God. Is somebody getting this? Begrijpt iemand dit? We have to understand. We moeten begrijpen. Who this God is. Wie deze God is. This God. Deze God. Met Moses. Kwam Moses tegen. In Exodus. In Exodus. Chapter 3. Hoofdstuk 3. This God met Moses. En deze God ontmoette Mozes. And when he met Moses. En toen hij Mozes ontmoette. He appeared. Verscheen hij. In a flame of fire. In een vlam van vuur. Now, this is what Moses said. Nu, dit is wat Mozes zei. What is this? Wat is dit? I can see a bush on fire. Ik kan een struik in de brand zien. But the bush is not burning. Maar die struik is niet aan het branden. It was a sign to Moses. Dat was een teken voor Mozes. He said, let me just have a look. Hij zei, laat me eens kijken. What is happening? Wat er gebeurt. A voice spoke out of the fire. En er sprak een stem vanuit dat vuur. The Bible says, the angel of the Lord. En de Bijbel zegt de engel van de Heer. That angel of the Lord. Die engel van de Heer. Is Jesus. Is Jezus. Jesus is. Jezus is. God. God. Amen. Jesus is. Jezus is. The Lord of Lords. De Heer der Heerscharen. Jesus is. Jezus is. The King of Kings. De koning der koningen. Your answer. Uw antwoord. Is in Jesus. Is in Jezus. It's not in your head. Het is niet in uw hoofd. I will go back again to the fundament. En ik ga weer terug naar het fundament. Because sometimes. Want soms. People have to hear the same thing over and over again to get it. Want soms moeten mensen steeds weer iets herhalend horen om iets echt te gaan begrijpen. I cannot preach this message. Ik kan deze boodschap niet prediken. Without taking you back to the foundation. Zonder dat ik u terugneem naar het fundament. The fundament is. Want het fundament is. If you want to see miracles. Dat als u wonderen wil zien. If you want to walk in miracles. Als u in wonderen wil wandelen. The basis is God. Dan is de basis God. The basis is not a man. En de basis is dus niet een mens.
waiting for Benny Hinn to come to town for me to be healed. En ik wacht niet erop dat Benny Hinn naar de stad komt voor mij, omdat ik genezen dan kan worden. I am not waiting for somebody to come from afar for my story to change. En ik wacht ook niet op iemand om veraf voor mij te komen, van verre, zodat mijn verhaal, mijn zaak eindelijk een keer verandert. If I am one with God. Als ik één ben met God. If God is my father. En als God dan mijn vader is. He gave birth to me. Hij heeft geboorte gegeven. That means. Dat betekent I am one dat ik één ben. With a God. Met de God. Of signs. Van wonderen. And wonders. En tekenen. And miracles. En wonderen. I need to look at him. En dan moet ik dus naar hem en hem alleen to opzien. That miracle. Zodat hij dat wonder kan verrichten. That also means. En dat betekent ook. I am a miracle. Ik ben een wonder. Walking child. Kind, ik ben een wonderwandelend kind. Halleluja. Because. Want. He gave birth to me. Hij heeft geboorte aan mij gegeven. His seed of miracle is in me. En zijn zaad van wonder is in mij. I am a child of miracle. Ik ben een kind van wonderen. Because. Omdat. My father. Mijn vader. Is the God. De God is. Of miracle. Van wonderen. And God want us. En God wil dat wij. To focus on him. Ons alleen maar focussen op hem. The angel of the Lord appeared unto him. En de engel van de Heere verscheen. The flame of fire. Out of the midst of the bush. And he looked. Why did he look? En waarom keek hij? It was a surprise for him. Het was een verrassing voor hem. What is this? Wat is dit nou weer? He looked. En hij keek. And behold, the bush burned with fire, yet was not consumed. That is a wonder. Huh? En dat het niet werd verteerd is al een heel groot wonder. God uses signs and wonders to communicate to his children. En God gebruikt wonderen en tekenen om iets over te brengen aan zijn kinderen. And in vers 3. En in vers 3. And Moses said, I will now take aside and see this great sign. Why the bush is not burned? You want to know why? Hij wilde dus weten waarom. It didn't make sense in his imagination. Want het was niet logisch voor zijn verbeelding. It didn't make sense. Het ging zijn verbeelding te boven. I started by defining a wonder. En ik begon met het definiëren van een wonder. A wonder is something that causes your imagination to marvel. En een wonder is iets wat je verstand te boven gaat. Very few people. Maar een paar mensen are living in the realms of miracles. Leven in de atmosfeer van wonderen. And these are people. En dit zijn mensen that have chosen to trust God and God alone. Het zijn de mensen die hebben gekozen om God en om God alleen te vertrouwen. The Bible says. De Bijbel zegt. Moses looked. Moses keek. And vers 4. En vers 4. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called to him out of the midst of the bush and said, Moses! Now it was a surprise to Moses. En nu was het een verrassing voor Moses. How did he know my name? Maar hoe wist hij dan mijn naam? Why? Waarom? He is God. Omdat hij God is. In the beginning. In het begin, John 1, Johannes 1, was the word. Was het woord. Is this too high for somebody's head? En is dit te hoog voor iemands verstand? When you read your Bible, wanneer je Bijbel leest, you come across the promises of God. Dan komt u de beloftes van God tegen. You cannot make it come to pass. Die u niet zelf tot stand kan brengen. If some of you have been Christians for some time. Als sommigen van jullie al een tijd lang Christen zijn. You haven't spoken 10 times, nothing happened. U heeft het al 10 keer uitgesproken en niets is er nog gebeurd. How many witnesses do we have? En hoeveel getuigenissen hebben we hier? I bind this thing.
Ik bid dit. I speak that car. En ik spreek dat. I speak. En ik spreek die auto voort. Ik spreek. Is it wrong to speak? En is het dan verkeerd om het uit te spreken? No. Nee. I'm gonna come there one day. Maar op een dag zal ik daar terugkomen. Teaching you how to talk. En dan zal ik u onderwijzen hoe te spreken. Talking with the Holy Ghost. Praten. Not talking with your head. Door de Heilige Geest. And the word. En het woord. Was God. Was God. All things were made by him. Alle dingen zijn geworden. The Bible says the same was in the beginning. De Bijbel zegt hetzelfde was in het begin met God. All things were made by him. Alle dingen zijn door hem geworden. That means even Moses was created by God. En dat betekent dat zelfs Mozes werd geschapen door God. So when God called Moses. Dus toen God Mozes riep. Moses did not even know what he was expecting. Wist Mozes niet eens wat hij moest verwachten. I can imagine Moses. En ik kan me Mozes zo voorstellen. Who is calling? Hij zegt, hé, wie roept mij nou? He was still trying to figure it out. Hij probeerde het nog steeds te beredeneren. Because it did not make sense. Omdat het niet logisch was. The bush burns. De struik brandde. It does not. It doesn't destroy nothing. Maar het vernietigde niets. Now the fire begin to talk. En nu begon het vuur ineens te praten. How can the fire be talking? Maar hoe kan het vuur dan ineens praten? Does it make sense? Dat is toch niet logisch? That was a miracle. En dat was een wonder. And the Bible says in vers 5. En de Bijbel zegt in vers 5. God said, don't tell somebody God said. Wat zei hij? Wat God zei. Now listen. Nu luister. Moses doesn't know God. Moses kende God niet. The moment God started to speak. Maar het moment dat God begon te spreken. He surrendered. Gaf hij zich over. Why? Waarom? Because God. Omdat God. Is the supreme. Het opper. Wezen is. When he speaks. Wanneer hij spreekt. Everything surrenders. Dan geeft alles zich over. It doesn't matter whether you are an occultist. En het maakt er niet uit of u een occultist bent. When God speaks, want wanneer God spreekt, you surrender. Dan geeft u zich over. Because he is. Want hij is. The highest. De hoogste. In rank. In rang. In power. In kracht. In authority. In autoriteit. He is sovereign God. Hij is soeverein God. I will go back to the foundation again. En ik ga weer terug naar het fundament. The basis for miracle. De basis voor een wonder. Is. So, if you want to see miracle in your life. Dus als u een wonder wil zien in uw leven. What are the basis? Wat is dan de basis? What are the basis? Wat is dan de basis? What are the basis? Wat is de basis? And why is God the basis? En waarom is God de basis? He is the supreme. Hij is de opperwezen. The highest in rank. De hoogste in rank. The highest in authority. De hoogste in autoriteit. The highest in power. En de hoogste in when he speaks. Macht. En wanneer hij spreekt. It is settled. Dan is het dus volbracht. I can share you one testimony to the other. En ik kan u met u de ene getuigenis naar de andere delen. I remember. Ik herinner me. I will never forget this. En ik zal dit nooit vergeten. How my son. Hoe mijn zoon. When he was born. Toen hij geboren werd. Yeah, the doctors. He wasn't really. The doctors said he's not really doing well. Hadden de dokters gezegd dat het niet echt goed met hem ging. And one of the things that get me so angry. En een van de dingen die mij zo boos maakt. Is when they told me he's gonna be blind. Is toen ze tegen mij zeiden dat hij blind zou zijn. So I look at the doctor. Dus ik keek naar de dokter. I said God. En ik zei God. Did not give me a blind child. Heeft me geen blind kind gegeven. He is not even gonna use glasses. Hij gaat niet eens nooit een bril dragen. You can see the boy jumping. En u kunt nu de jongen zien springen. No glasses. En hij heeft geen bril. He is not even using contacts. Tot de dag van vandaag. En hij gebruikt ook geen lenzen. Why? Waarom? Because God said. Omdat God heeft gesproken. Amen. What do you need?
need tonight? Maar wat heeft u vanavond nodig? Today, make your list before him. En maak uw lijst vandaag voor hem. If God is God. Als God dan God is. If God is alive. Als God dan levend let is. Let him be God in your case. Laat hij dan God zijn in uw zaak. You know. Weet u. I will share another testimony. Ik zal nog een getuigenis met u delen. In school. Op school. While I was studying. Terwijl ik studeerde. There was one course in my life. Was er één cursus in mijn leven. Economics. En dat was economie. Now don't be distracted. Nu wees niet because somebody's miracle can be happening just by listening. Want iemands wonder kan al gebeuren door alleen maar te luisteren. And I had this Dutch teacher. En ik had deze Nederlandse leraar. They call him Mr. Rossi in the university. En ze noemden hem meneer Rossi in de universiteit. Racing, racing. Meneer Racing. Like these people that have been raised. This man troubled my life. En ze noemden meneer de Racer. En deze man maakte mijn leven zo moeilijk. Ha! First of all. Allereerst. I am a science student. Ik ben een wetenschaps I came to this country. Student. Ik ben naar deze naar dit land gekomen. Economics. En ik doe aan economie. What is economics for a science student? Wat is economie nou voor een wetenschapsstudent? That is bread and butter. Dat is toch brood en boter? Because in school I studied further mathematics, all kinds of level of mathematics. So what is? How do they call it? Economics. En I failed the course until I got confused myself. En wat is nou eigenlijk wiskunde voor iemand die economie moet doen, maar uiteindelijk zakte ik voor het vak. No matter what I do, I will not pass. En maakt niet uit wat ik ook deed, ik ging steeds zakken. So I didn't worry. Dus ik maakte me niet druk. I changed my equation. Ik had mijn verhouding veranderd. En ik richt mij op de Heer. Zeg nee, want God, u moet begrijpen. I am international student. Ik ben een internationaal student. I have to pay my school fees. Ik moest ook mijn schoolgeld betalen. Ik moest ervoor werken. And then, if I am failing a course, that means I have to get a kabosi. I have to be paying double fees. And the fees wasn't 1,000. Why the Dutch students are getting, what are they calling it? What are they calling it? Study fees. And they're paying 2,000. Dus het was God. And it was the same God. En het was dezelfde God. In Jesus. In Jezus. Reconciling the world. Die de wereld verzoende. Tell somebody the basis of miracle is God. En zeg tegen iemand de basis van wonder is God. It was God in Jesus. Het was God in Jezus. It is because of God. Het is vanwege God. That we are in Christ. Dat wij zijn in Christus. It is God's plan for you to be healed tonight. Het is zijn plan voor u om genezen te worden vanavond. It is God's plan for that demon possessed case to go tonight. En het is God zijn plan voor de demonisch bezeten zaak te wijken vanavond. It is God's plan for that occulting voice in your life to be silent tonight. En het is God zijn plan voor die occulte stem om stilzwijgen opgelegd te worden vanavond. It is God's plan to break the power of witchcraft in your life tonight. En het is God zijn plan om de macht van hekserij te verbreken in uw leven vanavond. It is God's plan to silence divination tonight. Het is God zijn plan om de stem van waarzeggerij en de mond te snoeren vanavond. It is God's plan to take away that mountain in your life tonight. En het is God zijn plan om die berg te laten wijken vanavond. It is God's plan to give you a new testimony tonight. En het is God zijn plan om u een nieuwe getuigenis te geven vanavond. I said it is God's plan. Ik zeg to God's plan tonight. Tonight. Dat u gaat lachen vanavond. Halleluja. Open to the u mag openen naar het boek van Deuteronomium. Deuteronomium 9. Deuteronomium 9. Vers 5. Vers 5. There's somebody God. En zeg tegen iemand God. There's somebody God. Zeg tegen iemand God. Let's soon be about to pray.
En heel gauw zullen we gaan bidden. Tell somebody God. Zeg tegen iemand God. We are too Christians. We zijn te christelijk. They are too, in short, it's like they don't even know who the God they call every day is. En laat ik het zo stellen dat ze niet eens weten de God die ze elke keer aanroepen, dat ze niet eens weten wie Hij is. They don't know who He is. Ze weten niet wie Hij is. They don't even know their connection with Him. Ze weten niet eens hun connectie met Hem. We are gathered here today because of God. Want we zijn hier vandaag samengekomen vanwege God. There is only one true God. En er is dus maar één ware God. The church is existing. En de kerk bestaat. To show this God to the man in the world. Om deze God te laten zien aan de mensen in de wereld. That is the only reason why the church is here. Dat is de enige reden waarom de kerk hier is. Amen. When God choose the Israelites. Toen God de Israëlieten had gekozen. It's not because they were good people. Dat was dus niet toen vanwege dat ze goede mensen waren. It's not even because they were smart. En het was ook niet omdat ze zo slim waren. It was not even because they were powerful. En het was ook niet omdat ze zo machtig waren. Yeah, what the Bible says. Maar hoor je wat de Bijbel zegt? Not for your righteousness. Or for your uprightness of your mind and heart. Do you go to possess the land? But because of the wickedness, your deliverance is going to happen tonight because of the wickedness of the wicked one against your life in the name of Jesus. En uw wonder gaat manifesteren vanwege de gemeenheid, vanwege de slechtheid in uw leven. You don't need to be qualified. U hoeft daar niet gekwalificeerd voor te zijn. For a miracle to happen. Voor een wonder om te ontvangen. You don't need to. Dat hoeft niet. We have been trained in church. Er is ons geleerd in de kerk. You have to be good enough. Dat u goed genoeg moet zijn. Were you good enough before you got born again? Maar was u goed genoeg voordat u wederom geboren werd? That is the highest miracle that happened to you. Want dat is het hoogste wonder dat bij u heeft plaatsgevonden. So if today, dus als vandaag, God can qualify you to be His child. God u kan kwalificeren om zijn kind te zijn. What is that thing that He cannot change? Wat is dat ding wat Hij niet voor u kan veranderen? It was not because you were good enough. Want het was niet vanwege uw goedheid. But because of the wickedness of this nation, when you see wickedness, tell somebody Satan. En wanneer je goddeloosheid ziet, dan mag je zeggen Satan. That's why the Bible says, for this reason, the Son of God was manifested that He might destroy the works of Satan. Want om deze reden is de Zoon des Mensen gemanifesteerd dat Hij de werken des duisternis zou vernietigen. Wickedness of this nation, the Lord your God, tell somebody God. Zeg tegen iemand God. I think you don't feel it the way I feel it in my bones. Tell somebody God. Zeg tegen iemand God. En ik denk niet dat u het ervaart zoals ik het ervaar in mijn botten. The Lord your God. De Heer uw God. The Lord your God. De Heer uw God. I said the Lord your God. Ik zeg de Heer uw God. I'm not talking about your husband. En ik heb het hier over uw vriend. I'm talking about your pastor. En ik heb het hier over uw vriend. I'm talking about the prophet. En ik heb het hier over uw vriend. The Lord your God. Maar de Heer uw God. He's driving them out before you. God him may fulfill the promise which the Lord swore to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. So God said, it's not even because of you. Tonight is not because of you. What Jesus has done, you are compelled to be free. Amen. En het is dus niet vanwege u, maar het is vanwege wat Jezus heeft gedaan. Daardoor zal u worden vrijgezet vanavond. Jesus paid the price. Want Jezus heeft de losprijs betaald. God entered into covenant with Jesus. Want God ging een verbond aan met Jezus. And the day you accept Jesus. En de dag dat u Jezus hebt aangenomen. You become a covenant child. Werd u een verbondskind. And every promise. En elke belofte. That God made to Jesus. Die God heeft gemaakt aan Jezus. He made it to you. Die heeft Hij aan u gemaakt. Why
it a promise? Waarom is het dan een belofte? It is a promise. Het is een belofte. Because it does not require your ability to cause it to come to pass. Omdat het niet uw moeite kost om dit tot stand te laten komen. 1500 euro, 2500 euro, and one man. En u moet begrijpen, ik moest mijn eigen schoolgeld betalen. En als ik dan ook nog eens een keer voor een vak zakte, dan moest ik nog wel de dubbele ervoor betalen. En mensen hier krijgen misschien studiefinanciering, maar ik niet, ik ontvang, ving niks. Ik moest als één persoon zelf alles betalen. I was in the third year. En ik was in mijn derde jaar. I still had one course to finish in level one. One. Maar ik moest nog één vak afmaken, afronden in niveau 1. Then, that was my last chance. En dat was mijn laatste kans. Oh, I'll receive a letter from the school. Anders had ik een brief van de school ontvangen. That is over. Dat het voor mij voorbij zou zijn. So what did I do? Dus wat deed ik? I got up one morning. Ik werd op een ochtend wakker. The Lord change school. En de Heer zei, verander van school. I moved. En ik verhuisde. I went to the school. Ik ging naar de school toe. I did that same course. En ik deed datzelfde vak. 9 on 10. En ik had een 9 op 10. The racer was still in my spirit. Maar meneer de racer was nog steeds in mijn geest. And because I talked to God. En maar omdat ik met God sprak. The end of the story I don't want to talk about. Wil ik uiteindelijk niet vertellen hoe het verder met hem is afgelopen. Everything about him went upside down. Alles over hem was uiteindelijk ondersteboven gekeerd. Our problem is. Maar ons probleem is. We don't know who God is. Wij weten niet wie God is. And I saw the Lord. En ik zag de Heer. Came down from his throne. Dat hij naar beneden kwam van zijn troon. I cannot describe it. En ik kan het niet omschrijven. It will never leave my spirit. En het verlaat mijn geest nooit. He said, give his certificate now. Hij zei, geef nu zijn certificaat. That was the first time I understand that even in education. En dat was de eerste keer dat zelfs in scholing. I found out that this life that we live in. Heb ik gezien dat dit leven waar we in leven is too spiritual for your head. Te geestelijk is voor uw verstand. And when that person appeared, en toen die persoon verscheen, the next day the school called me. Belde de volgende dag de school mij op. Said everything is fine. En ze zeiden, alles is prima, alles is oké. Passed the course and everything is fine. Je bent geslaagd voor het vak en alles is goed. The heaven had to intervene. Maar de hemel moest er tussen komen. There's somebody God. Zeg tegen die man God. Now this God. Nu deze God. Want to meet your need tonight. Wil in uw nood voorzien vanavond. I can share one testimony to the other. En ik kan de ene getuigenis naar de andere delen. But you see, I'm a walking miracle myself. Maar ziet u, ik ben zelf een wandelend wonder. I was early in the morning praying. Ik was hier vroeg in de ochtend en ik bad. My leg was paining. En opeens had ik zo'n pijn in mijn been. And hear what the Holy Spirit said. En ik hoorde wat de Heilige Geest zei. Step on the leg. Hij zei, stap op dat been. Press it on the ground. En druk het op de grond. And I just did that, the thing left. En ik deed dat in één keer te stoot van dat ding. The devil. Want ik that's somebody God said. Reis op de duivel, zeg tegen wat God zei. Amen. So I was praying, they don't even know. Because there are many things I don't talk about. I just end up standing on my one leg, I crush the thing, then it left. En er zijn vele dingen waar ik het niet over heb. Maar op dat moment volgde ik de instructie. Ik stond op mijn been en terstond ging dat ding weg. Because God said. Dat was omdat God had gesproken. Who is God to you? Maar wie is God voor u? What is that situation in your life? Wat is nou die situatie in uw leven? That you think God cannot fix. Waarvan u denkt dat God het niet kan fixen. I say the basis. Ik zeg de basis. For this revelation. Voor deze openbaring. Is God. Is God. Tomorrow, if the Spirit of God permits me, I will get somewhere. But right now, I want to put you in the arena to be conscious of God. En morgen, als de Geest van God het toestaat, zal ik naar ergens naartoe gaan. Maar nu wil ik dat u zich bewust bent van God. Right now. En op dit moment. Wherever you are. Waar u zich ook bevindt. One of the reasons why Jesus came. Een
de redenen waarom Jezus is gekomen. Is to show to the world. Is om aan de wereld te laten zien. Who God is. Wie God is. If you want to know who God is. Als u wilt weten wie God is. Don't look at Jean-Pierre. Ga dan niet opkijken naar Jean-Pierre. Look at Jesus. Maar kijk op naar Jezus. He healed the sick. Hij heeft de zieken genezen. He raised the dead. Hij heeft de doden opgewekt. He calmed the Red Sea. Hij heeft de Rode Zee gekregen. He was the God that shut up the mouth of the lions. Hij is de God die de bekken van de leeuwen dicht deed. He was the God that caused that flaming fire not to consume the Hebrew boys. En hij was degene die ervoor zorgde dat dat brandende vuur de Hebreeuwse jongens niet verteerde. He was the one that divides the Red Sea. Hij was degene die de Rode Zee in twee scheidt. He was the one that caused the wall of Jericho to come down. En hij was degene die ervoor zorgde dat de muur van Jericho viel. His name is. En zijn naam is. Possibility. Mogelijkheid. What is that sickness in your body? En wat is dan die ziekte in uw lichaam? What is that disease in your body? Wat is die ziekte in uw lichaam? Don't just sit there. Ga niet daar gewoon alleen zitten. And you say, oh, the pastor is here. Oh, nu is de pastor hier. You put his hand on me. Hij gaat zijn hand wel even op me leggen. En dan ga ik wel even genezen worden. Hey. You must first of all. Nee, u moet allereerst. See it in God. Het zien in God. What is that limitation in your life? Wat is dan die limitatie in uw leven? Have you been living in a cycle? Leeft u steeds in een cirkeltje? Are you in a dark place where you don't know where to turn to? Bent u in een nauwe plaats beland waar u niet weet waar u zich toe moet keren? God is here. God is hier. The Bible says for God. De Bijbel zegt want God. So loved the world. Heeft de wereld lief gehad. For God. Want also heeft God de wereld lief gehad. It did not even start with Jesus. Dus het is niet eens begonnen met Jezus. It starts with God. Het is begonnen met God. It was because we can always say Jesus died for us, but hear what the Bible says: for God. So loved the world that he gave. So it was God. Want we kunnen beginnen met Jezus, maar het was eerst God wat er staat. Want al zo heeft God de wereld lief gehad. En niet door uw verstand. Because we talk a lot diet. Want we praten heel veel door ons verstand. Laat het weer lezen. Because we are about to jump into prayer. Want we staan op het punt om gebed in te gaan. Not for your righteousness. For the uprightness of your minds and hearts, do you go possess the land? But because of the wickedness of these nations, the Lord, your God, the Lord, your God, de Heere, uw God, the Lord, de Heere, your God, uw God. Whatever limitation is in your life. Welke limitatie dan ook is in uw leven. Whatever impossibility is in the land. Welke onmogelijkheid dan ook is in uw leven. Pertain it to your case. Die te maken heeft met uzelf. Pertain it to your family. Die te maken heeft met uw familie. I say the Lord. Ik zeg de Heere. Your God. Uw God. The Lord. De Heere. Your God. Uw God. Is about. Staat op een punt. To drive your enemies before you. Uw vijanden voor uw neus te verdrijven. The Lord. De Heere, your God, uw God, is driving them out before you. Hij verdrijft ze voor u. That ye may fulfill the promises, the promise, the promise. De belofte. Did God promise you that He's going to supply your needs? Heeft God u beloofd dat Hij uw noden zal voorzien? Claim it tonight. Dan mag je het vandaag claimen. Did God promise you that He's going to heal you? Heeft God u niet beloofd dat Hij u zal genezen? Claim it tonight. Claim het dan vanavond. Did God promise you that He will deliver you? Heeft God u beloofd dat Hij u zal bevrijden? Claim it tonight. Claim het dan vanavond. Did God promise you that mountains will give way? Heeft God u niet beloofd dat bergen zullen wijken? Claim het dan vanavond. Yes, somebody, God. Zeg tegen iemand God. I have been in all kinds of big crusades. Ik ben in allerlei soorten grote conferenties geweest. Get healed today. En ik denk dat ze. I see people. En ik zie mensen. Get healed now. En ze werden nu genezen. In that
shit. In die campagne. The next day. En de volgende dag. The same thing is down there. Is hetzelfde ding weer opgegaan. Weet u waarom? They don't know the source of miracles. Omdat ze de bron van hun wonden niet kennen. They don't know who God is. Ze weten niet eens wie God is. If they know who God is. Als ze echt wisten wie God was. They will look at the devil. Dan zouden ze de duivel ogen ogen kijken. How dare you? En dan zouden ze zeggen, hoe durf je? Don't you know? Weet je dat niet? That God said. Dat God heeft God gezegd. Said. God heeft gezegd I am healed. Dat ik genezen ben. Weet je dat in the name of Jesus. In de naam van Jezus. Get out. Eruit. Don't you know. Weet je dat dan niet? Don't you know. Weet je dat dan niet? What is that thing in your life? Maar wat is dat ding in uw leven? Have you been struggling? Bent u aan het worstelen geweest? Tonight is your night. Dan is vanavond. The Bible says the enemy will come one way. De Bijbel zegt de vijand zal één gaan. Maar zeven wegen zal hij van u vliegen. Come to me. Usher, come to me. Let me stop with you in the back. Koisa. Tell somebody God. En zeg tegen iemand God. Tell somebody.